Wij hebben vandaag een apart situatie. Are you a separate today? Ik ben gezellig, oh lekker tegenlicht, met Denise. Ik ben een beetje een slechte vlogger geweest vandaag, maar... Goedemorgen. Good morning. Wij hebben vandaag een apart situatie. Are you a separate today? Google is dus aan het vertalen. So Google is paying for it. Nee, niet betalen, vertalen. No, don't pay translate. Ja, dat dus. So that. Maar goed, toen wilden we... Laat je het vallen. Wat wil je dat ik vertaal? Toen wilden we muziek luisteren. Listen to music. Maar dan krijg je dus dit. Where do you get this? Hey Google, speel muziek. Hey, Google Play Music. Google vertaalt dat dus alleen maar. Google Translate, that's just it. Hey Google, speel muziek op Spotify. Hey, Google Play Music on Spotify. Hey Google, speel... Hey Google. Hey Google, speel een playlist op Spotify. Hey Google, speel een afspeellijst op Spotify. Dat vertaalde hij Nederlands in Nederlands. Hey Google, ben je af en toe een beetje gek? Hey Google, already a bit crazy? We krijgen Google Translate dus gewoon niet uit. We get Google Translate, it just isn't. En we hadden de microfoon al uitgezet. The microphone already turned off. En weer aangezet. And turned on again. Maar Google blijft dit gewoon doen. Nou, Google hoort ons niet meer. Laat me weten wat je wil dat ik vertaal. Google is ons zat. Google is fed up with us. Zie je? Hij zegt het zelf. Ze zegt het zelf. Say it yourself. Nou, we moeten dus even gaan uitvogelen hoe we die uitkrijgen. We hebben net al zo verschrikkelijk veel geroepen, maar... Het lijkt gewoon niet te werken. It just doesn't seem to work. Dat dus. Oké, dit is dus ook heel grappig. Ze is een lijst aan het maken. We hebben overigens de muziek aangekregen. Voor wie ze uit wil nodigen met de verjaardag. Maar elke keer... Oh, nu doe je het niet. Elke keer als dit stukje komt, stop je met schrijven. En dan komt dit stukje. TikTok all the way. Grappig, hè? Hoe deed je dat nou? Zo schiet de lijst niet echt op alleen, hè? Oh. Ik ben ondertussen aangekleed. Lekker geen make-up op vandaag. Ik heb mijn tie-dye shirtje aan en deze gebreide legging. Gewoon even een relaxed chill outfit, want we hebben echt klus en opruimen en schoonmaakdag en dat soort dingen. Alleen, niks werkt mee. Elke keer lopen we tegen problemen aan en dan komen we niet verder. Dus dat is echt even balen. Maar goed, we gaan in ieder geval zoveel mogelijk doen. Zelfs Sarah, die werkt mee. Die is op de kamertje aan het opruimen. En Marco is in de tuin en in de berging bezig. Dus die gaat ook van hot naar her, omdat hij elke keer vastloopt met dingen. Dus ja, nou, er zal vast einde van de dag wel veel gebeurd zijn. Ik ben gezellig, oh lekker tegenlicht, met Denise. En ik had wel eerst al heel veel gedaan, dus dat scheelt. Anders zou het echt zo'n verloren dag zijn met heel veel plannen en niks. Maar Denise zit het schooljaar te doen, dus. Heel veel.
Maar ik snap er niks van. Ja, en wat ook... Het lukt ook niet echt, want de film was heel erg interessant. Ja, en gebeld. Wij zijn heel interessant en gebeld. Maar goed, de intenties zijn goed. Nou, ik heb wel echt heel veel gedaan, dus daar ben ik wel echt heel blij om. Oh, ik mag koken. En ik heb geen zin. Ik ga echt zo niet grapen op je filmpje. Oh, ik grap altijd op beeld. Moet je meegrapen? Nee, doe nee. Niet. Als ik blijf grapen, ga je dan grapen? Nee. Nee? Nee. Ik kan het weer staan. Ja? Ja. Zullen we het wel uittesten? Ja, is goed. Nee, ik ben klaar. Maar uitgegaan. Ik ben een beetje een slechte vlogger geweest vandaag, maar ik heb zoveel gedaan en Denise was hier, maar ik ben ondertussen gewoon verder gegaan. En Marco was druk en ja, we zijn gewoon met zoveel dingen bezig geweest. Ja, dus dat is er een beetje bij ingeschoten. Maar goed, alle dingen die we willen doen, willen we ook echt graag af hebben voor Sarah de verjaardag. En dat gaat natuurlijk ook al opschieten. Dus we moeten ook echt wel doorzetten. Het is nu 6 september en 8 oktober moet alles klaar zijn. Dus dat is echt een maandje nog maar. En ja, dan moet je gewoon doorwerken. Nou, dat hebben we absoluut wel gedaan vandaag. Marco is nu ook de deur uit, want hij is ook nog dingen aan het ophalen. We wilden wat anders, of nee, we moesten wat anders verzinnen voor in de tuin. Want hij zou eigenlijk de tegels die we hebben opnieuw leggen. Want dat is gewoon heel erg verzakt. Het verzakt hier gewoon vrij snel. Maar er is door de loop der tijd toch wel aardig wat gebroken. Dus ja, we kwamen gewoon niet meer uit hiermee. Dus ja, dan moet je gewoon wel iets gaan doen. En nu had hij iets gevonden. Dus dat is ze nu aan het halen. Dus... alleen dan even kijken wanneer het er ook in kan. Oh, het moet echt af. Ken je dat? Dat je aan de ene kant, ik heb vandaag echt zo verschrikkelijk veel gedaan. Want het is gewoon zoveel rommel wat het huis moet. En met de verbouwing. En dat moet gewoon allemaal strak. En sommige dingen laat ik gewoon niet zien. Dat heeft gewoon bepaalde redenen. Maar het is gewoon heel veel werk. Maar af en toe zie ik door de bomen het bos niet meer. Dit werkt ook al niet mee. Computerwerk niet mee. Dat vind ik ook echt mega irritant. Maar goed, ik heb echt heel veel gedaan. Dus waar Marco op een gegeven moment heel erg vastliep, deed ik dat niet. Dus dat scheelt. Dus we zijn toch wel een aantal stappen verder, gelukkig. En we hopen dat hij het snel af kan maken in de tuin. Het zou ook wel mega fijn zijn. En dat we dan... op tijd klaar gaan zijn met alles. Ik hoop het zo. Ik wil het echt, echt graag halen. Ik vind niks vervelender als je dan een verjaardag hebt en het is gewoon niet af. Dat stoort gewoon. Dat ik weet niet of het ligt aan mij, maar ik kan dat niet. Het is echt gewoon verschrikkelijk. Wil ik niet, kan ik niet. Dus, maar goed. Ik ga nu even de dingen op mijn computer doen die ik moet doen. En daarna kijken of ik nog een stukje vast kan gaan uitzoeken of zo. Dat is altijd wel iets om te doen. En op tijd naar mijn bed. Want het is me natuurlijk die eerste hele week gelukt om... voor 12 één keer was ik 11:55. Maar goed, voor iemand die het liefst rond 2-3 uur naar bed gaat, vond ik dat best nog wel... goed gedaan van mezelf. En dat wil ik ook echt wel volhouden. Ik denk dat dat wel iets gezonder is. Dan als ik om 12 uur naar bed ga. Nou, dan lig ik er uiterlijk zeg maar 12:30 in. En dan om 7 uur de wekker. Dus dan heb ik toch 6,5 uur slaap gewoon. Nou, dat is prima. Maar ik moet daar gewoon niet onder gaan. Dit is goed te doen voor mij. Ik doe het er altijd eigenlijk wel op. Als ik die 6 uurtjes maal. Ja, als ik 3 uur naar bed ga, dan heb ik 3-4 uur slaap. En dat moet ik niet doen. Dat heb ik lang genoeg, vaak genoeg gedaan. Maar ik denk niet dat dat de beste manier is. Dus ja, ik ga even snel verder. Ik ben benieuwd als Marco terugkomt. Want ik heb het natuurlijk allemaal nog niet gezien. En dan hopen dat het allemaal snel afkomt.
ondanks dat ik echt moe ben en ik heb echt te veel gedaan vandaag en geen zin meer heb, heb ik toch mijn edit helemaal gedaan. Renderen gaat niet meer lukken, want we hebben nog twee gekeken. Oh. Talent, ik mis de prullenbak, maar goed. Maar, oh ja, ik ben helemaal de draad kwijt. Ik ging drijfjes maken voor Sarah vanmorgen. Edit is gedaan, renderen wordt morgen. Ik zou de bekerpakje nu even klaarzetten. Ik wil echt op tijd naar bed. Dicht. Want ik ben echt moe. Ik ben echt zo gesloopt. Ik heb zo heen en weer gerend. Daarom heb ik ook zo weinig gefilmd. Ik heb echt veel wel gedaan op geruimd huis. Maar het lijkt wel of er gewoon geen einde aan komt. Dan moet ik ook zeggen, dan komt Marco weer met dingen. Dan komt Sarah weer met dingen. Dan komt iemand anders weer aangelopen met dingen. Dus het houdt ook gewoon letterlijk niet op. Er komt harder bij, lijkt wel, dan dat weggaat. Maar goed, wat al gezegd, voor 9 oktober moet en zal het klaar zijn. En nu ga ik dit doen, want ik ga echt op tijd mijn bed in vandaag. Op tijd en ik ga lekker naar mijn bedje toe. Dus ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet natuurlijk niet een duimpje en een leuke reactie achter te laten. En ben je niet geabonneerd, klik even op abonneren hieronder. Dan zie ik je morgen weer. Doei doei!